Als we het hebben over Hollands zomerweer, dan zijn dit echt de plaatjes waar je aan moet denken: zonneschijn, stapelwolken. En heel af en toe groeit zo'n stapelwolk nog uit tot een regenbuis. Zoals vanochtend op de Waddeneilanden het geval was, leverde wel nog een mooie regenboog op. Maar ook kenmerkend van dit weertype is dat het vaak lange tijd droog blijft. En dat was goed nieuws voor de eerste festivalgangers op het terrein van de Zwarte Cross in de Achterhoek. Vandaag nog lekker festival weer, maar dat ligt de komende dagen toch af en toe wel even anders. In Nederland hebben we met een westelijke windrichting te maken. Vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. De echte hitte zit nog steeds in het zuiden van Europa. Nou, met die westelijke wind komen vanaf de Noordzee af en toe wat lichte buitjes overtrekken. Morgen krijgen we meer met een strook van buien te maken. Kunnen ze ook wat zwaarder uitpakken? En als we dan even vooruitblikken naar het weekend, zien we boven de Britse eilanden dit lage drukgebied dichterbij komen. Krullen veel bewolkingsgebieden en ook buien omheen. En de wind trekt wat aan, dus dat gaat een wat onbestendiger weertype opleveren. Maar het goede nieuws is wel dat de meeste regen vooral in de nacht van zaterdag op zondag valt. En dat het overdag dan eigenlijk nog wel meevalt, relatief gezien met die nachtelijke uren. Vanavond een noordwestenwind. Die laatste buien verlaten ons land via het oosten en de zuidoosten. Aan het begin van de avond nog ruimte voor de zon. Die stapelwolken verdwijnen geleidelijk en het is dan zo'n 17 tot 20 graden. Nou, vannacht dan zwakt de wind. Nog verder af is het op de meeste plaatsen droog geworden. Ik sluit niet helemaal uit dat er vanaf de Noordzee toch nog een enkele bui ons land aandoet... Vooral in het oosten van het land, onder die heldere hemel, koelt het ook sterk af. 10 graden als minimumwaarde. In het westen en zuiden is het iets minder koud, met zo'n 12 graden. Morgen beginnen we droog en vrij zonnig. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En komt dus die strook met buien overtrekken. Er kan af en toe onweer bij zitten. Het kan ook even stevig doorregenen. En er zijn windstoten van maximaal 70 km per uur mogelijk. Temperatuur normaal voor de tijd van het jaar, zo'n 19 graden in de kop van Noord-Holland op de Waddeneilanden tot nog zo'n 23 graden in Limburg en het oosten van Brabant. Zondag vormt dus even een uitzondering op die regel. Dan is er iets meer wind aanwezig, ook meer bewolking, maar het blijft vooral bij wat lokale buien. En als we dan na het weekend kijken, zien we dat licht wisselvallige zomerweer weer terugkeren met temperaturen zo rond 20 graden.